Dit is, zie ik op alle borden staan, het middelpunt van Nederland. Ja. En ik heb begrepen dat jij een soort voortrekker was om dat hier te krijgen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat zeg ik. Nee. Even over het middelpunt. Hè? Ja. Want ik heb natuurlijk, hè, want ik wist dat ik hier terecht zou komen. Hè, want ik had de mail gehad. Toen ben ik gaan researchen op dat middelpunt. Wikipedia zeker? Nou, niet alleen Wikipedia. Oh, okay. Eerst Wikipedia en dan kom je erachter. Nou, als het een omgeschreven rechthoek is, dan kom je in Soest. Ja. Als het een cirkel is, dan kom je in Eembrugge. Ga je uit van vier extreme punten, kom je op het oosteinde in Drenthe. Kijk, dan heb ik dit gedaan. Dan heb ik het langste stukje en het breedste stukje. Ja. En heel erg leuk, dat is Barneveld. Dat is het slechte nieuws wat ik voor je komt heb. Aardig in de buurt, hè? Ik kom wel in de buurt. Oké. Okay. Maar hoezo dat dit het is? Nou ja, kijk, eigenlijk ik moet beginnen in 65. En toen is er een directeur van de VVV... Directeur van de VVV, dan weten we eigenlijk al genoeg, hè? Ja, dan is dat duidelijk. Hij had wel degelijk een verhaal. En dat was, je moet een punt zien te vinden waarbij je in de lijnen zoals jij ze getrokken hebt, in al die kwadranten evenveel land hebt. Oppervlakte. Ja. Oppervlakte land. Okay. Als je dat zoekt, dan kom je uit op deze plek. Ik zeg er eerlijk bij, het is niet exact deze plek, maar het is wel Lunteren. Het is wel Lunteren. Zwa, discussie gesloten. Discussie ik ben gesloten. Overtuigd. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Ab.